Hey jongens van Shadow Games 23, ik ben Ronald en vandaag heb ik voor jullie een nieuwe aflevering van mijn World of Tanks tutorial serie. En ja, vandaag zijn wij aan toegekomen waar heel veel mensen en naar uitkijken: de battlefase. Vandaag ga ik jullie alles uitleggen over de battles, over de uh, strategieën, over de mappen, over allerlei andere rotzooi. By the way, jongens, ik ben het vergeten om te zeggen in de vorige aflevering, maar het is heel handig om naar de World of Tanks Wiki te gaan. Er staat dus ook een linkje onder in de beschrijving. Ik stond daar in het vorige episode ook, alleen vergeten te zeggen. Spijt me heel erg, maar uh, World of Tanks Wiki staat alles over uh, de tanks wat je moet weten, verschillende tiers, vaardigheden van de tanks. De hele rotzooi. Dus als je bijvoorbeeld wil weten of een tier 10 tank goed is, bijvoorbeeld deze, de, uh, de GW100 uh, uh, Artillery. En je weet niet zeker of die goed is. Uh, je zit te twijfelen tussen de T92 van Amerika. en tussen dus de GWE100 van Duitsland. Zoek het op op de Wikipedia. Daar kun je alle vaardigheden vergelijken met elkaar. en dan kun je zelf bepalen welke tank je wilt. Want nou ja, als dit niet goed is, dan zeg je meteen: ja, maar dit is kut. Ik wil er niet voor gaan. Kun je langs deze gaan, maar ja, als deze dan kut dan is, ja, dan moet je dan even doorheen om naar deze lijn te komen als jou deze lijn heel cool vindt. Dus als een tank meteen kut is, betekent niet dat de hele lijn daarop ook gewoon kut is. Nee, dat, 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 dat heeft vaak meer te maken met de guns en de soort die op de tank is gemonteerd. Zeg maar. maar goed, vandaag Battle. Uh, we gaan niet meteen de Battle-in. Ik wil eerst nog een dingetje uitleggen over in Battle. Nou, je gaat hier naartoe, hier naar boven en dan naar uh, instellingen. En uh, wel dan heb je hier allerlei rotzooi. Je hebt uh, spel, je hebt beeld, volume, bediening. Hier zie je alles wat je moet doen. Ik ga niet alles uitleggen wat voor controles je allemaal moet, uh, moet doen. Uh, dat dat, 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 dat lijkt me in principe best wel logisch. Je muis, daar controle je je kanon en zo mee. En je controlt de tank met WASD. Nou, het staat hier allemaal wel tussen. Ah, je hebt ook control trouwens echt super grappig, maar je hebt ook nog richtpunt en marker. Dit is belangrijk, want hierdoor kom je informatie over je speler te weten die niet iedereen meestal heeft. Nou, dit is mijn setup. Ik heb bij aanwijzers heb ik de type 1 aanduiding diagonaal. Dit kunnen ook allemaal andere dingen zijn. Ik heb gewoon diagonaal de dus standaard. Dan heb ik, uh, ik heb alles op 100% trouwens staan qua felheid, zodat je het goed kunt zien. Dan heb ik richtmarker. Nou, je kunt verschillende dingen. Ik heb uh, uh, Richtkruis 1, dan transpiratie, uh, laadindicator, dat is dan dit zeg maar. Hier kun je op zien hoe snel je tank laat. Als dit rood is en dit loopt ook omhoog, als je hebt geschoten, als het die hier weer is, kun je weer schieten. Hoor je ook meestal wel klink, dat is dat er uh, een uh, kogel zeg maar in je loop is gelaten. Zeg maar. Nou, uh, transpiratie wil ik even verder zetten zo. Nou, cirkel 1, vullende laadindicator. Nou, cassettes, dat, is, uh, dat zijn die dingen, die, die, die schoten. Uh, Knonaarduiding. Kun je met verschillende dingen doen. Ik heb daar gewoon uh, even kijken. Een richtkruis. Wat had ik daar nog? Ik? Nou, ik doe deze erop. Deze vind ik leuker, denk ik. Uh, eens even kijken. Nou, marker. Dit is heel erg inter interessant. Normaal staat het allemaal heel anders. Maar ik heb het zo staan. Uh, voertuigrecord heb je niet nodig. Je kunt het doen, maar je hebt het niet nodig. Het is alleen maar onnodige informatie. Nou, voertuigniveau. Dat is heel handig als je bijvoorbeeld tegen de Tier 5 tank en je bent de Tier 3 tank, dan weet je in ieder geval: Oh, dat is de Tier 5 tank, die keer al heeft meer vuurkracht dan mij. Wegwezer. dat kun je daar zien. Voertuignaam kan handig zijn, ik vind het altijd wel leuk om te hebben. Weet ik, de wachttekker kapot ben geschoten. Spelenaam. heb je niet echt nodig, kun je ook uh, anders te weten komen, maar ik laat wel zien. Duurzaamheidsindicator heel handig, kun je zien hoeveel helft hij nog heeft. Levenspunten over het totaal staat normaal uh, zo. Alleen dit vind ik erg onhandig. Dit, ik zeg niet dat je het zo moet doen. Ik doe het zo. Ik vind dit het handigst. Dus moet je zelf maar kijken. Schade opgelopen. Ja, als je bijvoorbeeld schiet. Je doet 100 damage. Zie je dat dan hier. Uh, nou, hier. Dit is uh, bij alternatief naar nou, voertuig gekomen. Ik heb het precies hetzelfde staan als hier. Dus ja. Dan heb je nog... Ons team, dit is het vijandelijke team. Rood is vijandig, moet je kapot maken, dus kapot maken. Nou, ons team, dus, heb ik precies hetzelfde setup. Kijk maar, allemaal precies hetzelfde. Uh, vernietiging. Ja, dit kun je er wel bij doen, maar ik heb precies. Ik heb bij alles hetzelfde. Kijk maar. Oh, kut, Ik heb bij alles hetzelfde. Dus dan ga ik verder niet over uh, nuslen, Even toepassen, zo. Even, ik heb het een beetje verneukt net. Oké, okay, zo. Ik weet niet of het allemaal nog werkt. Volgens mij werkt. Ja, het werkt allemaal nog Oké, okay, goed. Uh, Rijdt wel terug naar spel. Eens even kijken. Oh god, Skype allemaal gemessaged worden. Eens even kijken. Met wat voor tank gaan we vandaag? Wel, ik zat aan te denken om met een heavy tank te gaan. Alleen dat kan soms een beetje kut zijn. In verband met de snelheid van die dingen. Dus wat wij gaan doen is wij gaan vandaag met de Cromwell. Hele goede uh, uitleg tank zeg maar. Ik wil eerst nog even wat uitleggen over de tank zelf. Want nou ja als je je muis by the way inhoudt met de linkermuisknop, dan kun je door een garage in spinnen en alles. En ik zit in een normale garage. Als je premium hebt ga ik je later nog wel uitleggen. Gaan we denk ik in een van de komende afleveringen een aandacht aan besteden. Dan kreeg ik ook een andere garage maar dat moet je niet. Maar in ieder geval dus exterior. Ik heb dus een camo op wat normaal uh, heeft je tank dezelfde kleur als. Oh die heb ik ook gekamoufléerd zo die heb ik ook gekameld. right. Het ziet er ongeveer hetzelfde uit als dit, nou ja, het is Brits, dus jij ja, zoekt ook dan een vlag hierachter. Dus uh, ik heb ook zo'n logootje hiervoor, dat is van mijn, van mijn clan, dus ja. Ik zie mijn clan namelijk. Maar in ieder geval, dus ik heb een camo erop gedaan. Je klikt op exterior en dan kom je bij al die camo'sjes. Ik heb dus deze erop. Uh, je kunt ook deze erop doen. Dan heb je een witte. Je hebt ook verschillende soorten mappen. Je hebt bijvoorbeeld Arctic Maps, je hebt zomermappen. En je hebt woestijnmappen. Nou ja, voor woestijn. Als je bijvoorbeeld in de woestijn komt, kun je met een sneeuwcamera komen zetten. Want. Dan valt je tank veel te vol op. Daarom hebben ze die verschillende soorten gemaakt. Het is wel heel droog dat je er in principe geld voor moet betalen. Als je het permanent wil. Dus voor altijd. Tenzij je hem weg wilt hebben natuurlijk. Uh, je kunt ook voor 7 dagen doen. Dan kost het credits die je vrij speelt met de tank. En hoe hoger je in de tiers komt. Hoe meer geld en of credits je camo kost. Dus ja deze kan ik bijvoorbeeld doen voor de desert. Vind ik wel een hele leuke camo. Alleen doe ik lekker niet. Je kunt ook nog emblems aanpassen naar je tank. Zo hup hup hup, hup, hup. Waar normaal gesproken jouw uh, vlag zitten. Kun je dat bijvoorbeeld doen. Je kunt een, een, een leuze kun je doen. Bijvoorbeeld hunter. Dat kun je doen bijvoorbeeld, dat, dat, dat kun je ook maar permanent doen en alles. Maar ik heb gewoon deze camo, lekker makkelijk, lekker snel. Goed, we gaan maar eens vechten. wel Je klikt hier op de vechtknop. En hopelijk krijgen wij goede matchmaking. Een tank van bijvoorbeeld tier 5 kan max in tier 7 komen. Dit is een hele goede matchmaking. Je ziet wel KV-1's, dat zijn... Um Tier 6 tanks, ik ben ook tier 6, dus dit is echt heel goed. Kijk, je ziet wel, de Matilda, die is, kijk, die zie je hier wel, hier zo, als je op controle doet, heb je hier je muis trouwens, je hebt hier je minimap trouwens. Maar de Matilda is dus tier 4, en dus uh, kan die bij tier 6 komen. at is tier 5, kan er ook allemaal bij komen. Je hebt verschillende tanks, je hebt uh, lichte tanks, medium tanks, heavy tanks in allerlei potjes, dat maakt allemaal niet uit. Je hebt uh, ook je minimap als je met je rechter muis of met je linkermuisknop... Uh, even daar naartoe gaat, of oh, nee, nou, je drukt op control, ja, dan ga je met je muis naar naartoe en dan klik je bijvoorbeeld op een vakje, bijvoorbeeld hierheen en dan zeggen ze wel, let op sector 1-9 daar kun je dan bijvoorbeeld uh, heen gaan hier, ja, hier, positief ze zeggen nee, en iemand zegt positief dus hij gaat daar naartoe, ga ik niet heen natuurlijk, lekker dom maar, um, ja, nou ja, je ziet wel ik rij nu uh, met mijn tank uh, by the way, dat, dat cirkelt hier met dat rode dingetje middenin, dat is de uh, loop die omdraait mijn muis draait dus sneller dan de loop van de tank je kunt de 66 en die allemaal aanpassen en alles, maar dit is gewoon handiger eigenlijk. Deze tank is ook heel wendbaar, dus uh, het verschilt allemaal per tank en per rupspan, per engine. Je hebt ook bijvoorbeeld de kanon van deze, wat bijvoorbeeld ook op het t 5 tank zit. Hierop uh, heb ik nou een uh, kanon wat op de uh, voorvolg zit: de crocoder. Dus ja, kijk, hier hebben we een, een churchill. Kijk, je ziet wel, het ligt er rood op. Ik ga denk ik nog niet vechten. Tenminste, niet als ik echt goede kansen heb. Het is een shirt shield, dus dat kan nog wel kut worden. Hoewel hij kijk, hij schiet me nou in mijn rug. Kijk, ik zag het wel. Dan uh, wordt het rood, zeg maar dat je gedamaged bent. Kijk, je hebt ook een health bar. Dus um, ja. En als daar iets op kapot wordt geschoten. Bijvoorbeeld je rupsband. Dan ligt dat rood op en dan kun je ook niet meer verder. Bijvoorbeeld als je kanon kapot is, kun je niet meer schieten. Het is allemaal heel realistisch. Dus dat is artillery. Die op mij schiet. Die was heel pro. Artillery doet ook meestal damage. Je ziet ook wel een groot explosie. Dat dus is dus een, een, een schot dat uit de lucht komt. Even kijken, ik kan me niet echt goede enemies vinden. Ik heb ook niet echt goede positie hier zo. Maar ja, ik moet het allemaal even uitleggen. Dus ik denk niet echt dat wij het lang vol gaan houden. Maar anders doen we gewoon niet naar nog een potje. Um, potje kan goed zijn, potje kan slecht zijn. Je ziet boven ook ons team, vijandelijk team. Je ziet daar ook al die tank-icoontjes. Dus nou, nou dus als je had opgelet de vorige aflevering, dan wist je van welke tank wat was. Je kunt ook inzoomen door met je muiskroller in te zoomen of op uh, shift te drukken. Dat is de swipe mode, zeg maar. Maar ja, zie je ziet dus wel, hun hebben twee kills. Wij hebben één kill. Kun je ook wel zien, omdat de dingetjes weg zijn. Eens even kijken. Wij gaan hier langs, denk ik. Oh, dat is een VK30-1P. Dat is een Duitse medium tank, volgens mij. Ik probeer niet over te komen, maar dat is een nerd. Maar ik probeer het gewoon een beetje uit te leggen naar jullie. Eens even kijken. We gaan hier mooi even staan, zo. Eens kijken of we wat schot kunnen lossen. Dus een Jackson erboven. kijken of we die kunnen raken. Even kijken. Ja, oké. Okay. Nou ja, hij zoomt dus nu in, zo. En dan... Als hij helemaal is ingezoomd. linkermuisknop en dan schiet hij. En je zag de laat indicator wel. En nu is hij van mijn radar af. Dus ja, mijn radio operator die zegt ook niet. Je hebt hem geraakt, je hebt hem niet geraakt. Zegt hij niet, zie je pas wanneer hij op de radar komt. Dus ja. Maar ja, eens even kijken. Oh, die kut. Oké, okay, dat is een tier 6 Daar moet ik een beetje voor oppassen. Maar dat kan ik wel, wel raken, volgens mij. Ik wil je eigenlijk wel laten zien dat ik damage kan doen. Kijk, je ziet wel. Penetration. Penetratie. Nou, dat is natuurlijk heel vaag. Maar nou, dan uh, krijg je dus damage. Hier, 75 damage. Kijk. En hij staat er waarschijnlijk nog. Alleen, ik doe geen damage meer op hem. En ik moet er nou oppassen, want ik heb niet zoveel health meer. Kijk, hij is nou geraakt. Hij is nu uh, geraakt. Kijk, zijn trek is eraf. Kijk, zie je wel, als animatie. Kijk, zijn trek. Zie je ziet ook wel uh, daar met dat groene ding, en dat groene uitstekst. dus als ze trekt eraf is. Kijk, hij is ontploft. Nou, nou is het gewoon een rokend wrak geworden. En we gaan verliezen, want de base wordt gecaptured. Je hebt verschillende soorten uh, ja, potjes, zeg maar. Je hebt aanval, of nou, laten we het even zo zeggen. Je hebt een soort van domination. Ieder team heeft een vlag. Je hebt dit, dit heet aanval. Eén uh, vlag die moet capturen. Dan uh, hebben we soms nog iets van aanval of zo. Dat is bijvoorbeeld het groene team. Ja, wij dus voor ons zijn hun rood, maar voor hun zijn wij rood in principe. Ja, het wordt omgedraaid. Maar, ehm... Um, uh, jouw team is altijd groen eigenlijk. Ja, zodat je in ieder geval weet waarop je moet schieten, zeg maar. Dat je geen teamkills maakt. Want daarvoor kun je geband worden. Laat me even zeggen, jongens, niet op enemy... Of niet op friendly tanks gaan schieten met opzet. Als het per ongeluk gebeurt... Nou, dan gebeurt het per ongeluk. Je kunt wel geband worden voor een dag, maar, ehm... Um, probeer niet op uh, enemy tanks te schieten. Probeer niet tegen enemy tanks aan te rijden... En ik moet volgens mij de cap gaan resetten, want het loopt op niks uit hier. Maar ja, eens even kijken. Je ziet wel heel veel tanks. zijn al dood. Oh mijn god, die VK63 zit de cap volgens mij. Jongens, reset die cap. Nou, wat zijn hier nog van noepjes hier? Jezus... Nou, ik heb die Hellcat dus totaal geen damage aangebracht. Of nee, dat was niet nog een Hellcat, Dat was maar één Hellcat. Ja, Kan ik die Hellcat nu wat damage misdaan brengen? Heb inzoomen. Kijk, doen we 100 damage. Eens even kijken, wat meer tanks hier? Ja, pans vier. Duitse. Boom. Noep. Raak hem. Hij ziet mij. Eh, uh, je kunt ook allemaal je crew upgraden met skills en alles, maar dat is ook maar uh, iets voor later. Ik ga denk ik zoeken achter dit huis hier. Je ja, hebt Matilda Noep. Gaan we dan Kan je me hier gast. Serieus. Even kijk eens. Die cat die moet gereset worden moet ik dat doen? nou, nah. doetjes resetten. nou ja, ik, ik moet die cap gaan resetten. al kost het mijn eigen leven, ik moet de cap resetten. haal ik dat nog? haal ik het überhaupt wel in die cap te resetten? daar is die vlag. nee, ik haal het niet meer. ik haal het niet meer. ik haal het niet meer. die hellcat had gewoon, die hellcat die kan 60 km per uur. hij had gewoon die cap moeten resetten. soms heb je ook gewoon een noob team, hoor. soms heb je ook gewoon een noob team. we gaan nog gewoon nog een potje doen kijk naar verloren. Nou, dit is het resort screen. Hier heb je bijvoorbeeld awards, nou, ik heb medeschutter. Ik heb 12.000 credits, 171 experience die ik kan besteden aan. Nou, hoor. So nou, je ziet wel allerlei dingen die ik heb gedaan. Hier hulp bij vernietiging en aanwijzen. Nou, deze heb ik schade gebracht die 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 die. Even kijken naar nou, voertuig beschadigd. Uh, die heb ik ook beschadigd met volgens mij een strektraf eraf ofzo. Gevechtsresultaten, afgedeelde of rapport. Nou, je ziet wel, ik heb 13 schoten gevuurd. 9 voltreffers, 7 penetraties, 528 schade. Mogelijke ontvangingsschade. Uh, 335. Schade dankzij jouw detecties, 633 en afgelegd 2,27 uh, kilometer. Ja, oké. Okay. Nou, gaan we eens even kijken. Teamscore. Nou, die Hellcat die heeft lekker uh, sluipschut gekregen. Dat is nice. 2000 schade gedaan. Kijk, ik heb 500 schade gedaan. Niet zo heel slecht eigenlijk. Uh, deze heeft 1 kill. Deze heeft 3 kills. Je kunt ook top kunnen halen, jongens. Dat is met 6 kills. Allemaal rewards. Gaan we later nog over hebben. Nou, kun je kunt kijken. Even kijken. Uh, kills zijn dit. Uh, dan hebben we hier nog. Even kijken. Wat is dit? Ervaring. Sorterende ervaring. En dit zijn onderscheidingen. Oké. Okay. Even kijken, ja, deze heeft ook. Uh... Oh, deze heeft veroveraar gekregen. Dat is uh, wel nice. Dat is als je um, 70% van de base capturet. Even kijken. Oh, kijk, mijn clan die zegt nu wat. Hallo, jongens. Nou, ja, 30 dagen gratis premium heeft hij gekregen. Maar in ieder geval, we gaan nog een potje spelen. Uh, ik wil Eigenlijk wel even met een, een, een tank die jullie niet zo heel vaak zien. Even kijken. Ja, deze. Ik heb hier geen camel op, trouwens. Het is een heavy tank. T1 heavy. Kijk, we gaan eens even kijken of we nog wat kunnen unlocken op die tank. Nou, Amerika is Amerikaans. T1 heavy. Here we go. Oké, okay, niet genoeg experience om iets te unlocken. Nou, jammer. Gaan we gewoon vechten. Huppakee. Alright. In de, vorige, of in de volgende aflevering ga ik uh, peloton tutorial doen. Dat gaat met, uh, met een vriend. Die speelt ook heel veel WOT. Nou, dan gaan we zeg maar uh, WOT doen met z'n tweeën. En um, ja... Even kijken, nou we spelen hier op Paal Rivier. Kijk, dit is. Um, oh, ik noem je dit. Domination, zeg maar. En uh, ik ga hier langs. Want uh, daar is meestal zo'n chokepoint. Ik ben tier 5 in de tier 6 match. De tanks waar ik voor moet uitkijken zijn. Nou, Hellcats. Uh, T34. kv 1 is in principe. Dat is van mijn team. Maar het andere team heb je natuurlijk andere tanks. Het is nooit hetzelfde. Maar van mijn team, zeg maar, zouden die tanks. <laughs> mijn jezus. Mij kunnen doden. Ik krijg echt een kill, jongen. Ik wil het niet weten. Eens even kijken. Nou, maar op het andere team heb je ook een KVNS en een Chilje Surfer. Nou, daar moet ik ook over uitkijken natuurlijk. Maar goed. Eens even kijken, we hebben twee artilleries. Kun je wel hierboven zien. We hebben twee artilleries. We hebben er uh, ook twee. Uh, uh. Oh my god. Oké, okay, goed. By the way, kijk, je ziet ook wel mijn, mijn laat ding. Kijk, hieronder. Daar zo. Mijn, mijn laat hier. 25 mm uh, schade 110. Penetratie 111. Dus ja. Eens even kijken. Dit is premium ammo. Dat is ammo die je kunt kopen met geld. En dit zijn. Um, hitkogels, kunnen tanks in een fix zetten, misschien wel soms. Alleen die zijn duurder dan deze. Want nou ja, je betaalt wel natuurlijk om je tank te repareren, nieuwe ammo te kopen. Dus als je je tank, het hele potje in leven laat, nou, dan hoef je daar geen geld voor te betalen. Je moet niet gewoon in het potje gaan en gewoon stil gaan staan. Want dan bedrieg je je team, zeg maar, want dan hebben ze één tank minder als jij inactief bent natuurlijk. Kijk, je kunt wel eens weggaan naar je iets voor je moeder of voor je ouders of zo. Of je moet snel weg want je kat is kwijt of zoiets weet ik veel. Dan kun je gewoon eigenlijk wel uh, uh, ja weg, zeg maar. Maar je moet niet gewoon. Ja, of keyboard. Dan moet je in eerste instantie niet überhaupt in game gaan. Even kijken. Oké, okay, wel, hier hebben we meer T1. Even. Oh ja, nee, kijk. Hij was niet ingezoomd. Kijk, als hij inzoomt, dan krijgt hij meer Ek hier. Dus die weet je wel. hier, ja, tracks are damaged. hij heeft me op mijn uh, tracks geschoten. Mijn radio is dood. Mijn bestuurder is kashiwijlen. Wel die kill weet van mijn antwoord. Oh, die kut. Ik word helemaal doodgemaakt hier. Yo, own, die teen, heavy. kijk achter zo. Oh, ik ben nu in ieder geval in een wat betere positie voor hem. Eens even kijken. Ik ga mijn tank proberen te engelen, zodat ik uh, wat bouncers kan krijgen. Ik denk niet dat dat gaat gebeuren, maar ik laat hem een beetje inzoomen. Heel voorzichtig, heel voorzichtig. Kijk, ik kan hem nu niet raken. Alleen is die panzer... Ja, Oké, okay, we hebben nog een Hellcat hier zo. Eens kijken of ik hem kan afmaken dat is damage. Ik deed damage op hem. Panser 4. Het is wel spannend hier. Dat is een Hellcat. Die ik niet zo aardig vind. Ik ga doodkring. Nee, 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 nee. Ik moet een low moet bijdraaien. Nee, kijk, die gaat is met dus vermoord. Terwijl hij dus, um, ja, minder helft had dan mij. Kijk, en nu wordt hij opgeblazen. Nou, kijk, je kunt ook spectaten. Gewoon met je linkermuisknop op uh, dingen klikken. Nou, dat uh, is artillerie hier. Geen idee wat die mogol aan het doen is, maar oké. Okay. Nou, T-50, die gaat ook dood. Hij is uw 100 tankjager van t 6 En hij is maar een t 4 tankje, dus GG. Kijk, dat dacht ik al. gaat gaan het potje sowieso al verliezen, want er zijn één en al josties hier zo. Dus we gaan gewoon uit de game, terug naar het garage. En... Uh, ja, wat is er nou weer? op fietspomp .nl. nog wat. Uh. Huh, Goed, eens even kijken. Maar wat voor tank zullen we nu gaan? Zal ik even een demonstratie artillerie geven? Ik denk het wel. Gaan we even met artillerie. Zo, met artillerie. Tier 3, de Sexton. Lekkere naam ook weer. Nee, niet ernstig. Oh. Kijk, ik ben dus een tier 3 tank. Die dus bij tier 5 kan ingegooid worden. Want die tank kan automatisch bij 2 tiers hoger. Dit is heel lekker. Kijk, je ziet ook wel, mijn ammo ding is anders. Kijk, ik heb hier nu geen premium ammo meer. Dit is wel uh, premium ammo. Dit, dit is mijn premium ammo. Iedereen denkt het premium ammo. Alleen, ik heb niet meer die andere ammo erbij. En dit is, het, het ziet er anders uit allemaal. Het is allemaal heel anders dan, en, en, en bam en zo. Maar ik raad je sterk af voor premium ammo te gebruiken, want dan word je al gauw gezien als een noob. En zoveel help je niet. Dus het kost je echt geld. Het kost je echte centen. Hè? Echt real life money. Hè? Als ik geld zeg, bedoel ik echt geld. Anders noem ik wel uh, credit of zoiets. Nee, en ze is een lekkere map. Ik verwacht niet dat ik kills kan krijgen in deze map. Want, nou ja, de mooie voor dit zijn El Halouf, uh, Kampinovka, oftewel Malinovka. Ik noem hem Kampinovka, want we het altijd opgekampeerd. Maar ja, na nou, artillerie in principe. Je kunt niet zomaar een tank niks aan knallen. Want, nou ja, kijk, de reload is super langzaam en je zoomt niet makkelijk in. Dus wat je, drukt, wat, wat je doet, is je, uh, je kunt niet inzoomen met je muiscoller. Nee, je drukt op shift. Bam. Dan heb je dit voor je. Zoals je waarschijnlijk zoiets hebben gewonnen? Wat de fuck is dit? Nou ja, uh, hier zit je laadindicator. Wat dit is, have, ik heb geen idee. En dit ding hier in het midden is je aimding. ding Ik wil niet één bot zeggen, maar het is je aimding. ding Dus je gaat met je muis helemaal naar beneden zo. Nou, en dan moet je even wachten tot er een of andere Noob stil blijft staan. Lang genoeg, zodat jij in kunt zoomen en hem damage kunt doen. Kijk, nou, hier hebben we zo'n emo piemel. Nee, 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 hij blijft staan, meneertje. Oké, okay, dan ga ik over die SU-85. Dat is toch tier 4-tank, dus die kan ik wel aan. Kijk, we hebben fire. En. Ik heb bederven gedaan, want mijn uh, ding ging er wel, alleen ik heb hem niet gekillt. Dus ik denk niet dat hij er nog staat. Maar ik loop het risico. Ik denk dat hij de bosjes gaat zitten. Ik schiet nog een keer. En ik heb de kill niet gekregen, want hij ging volgens mij dan toch mis. Want ik zag bij die andere geen explosie. Even kijken, die M3 Lee kan ik net niet bij. Even kijken, die Panzer 4 wel. Oké. Okay. Ik zal nooit uh, one-shot uh, killen hier zo in deze match. Maar ja, omdat ik artillery ben, hoor ik dat wel te doen in T-3 matches. Alleen hier dus lekker, lekker niet. Je panzer 3 je moet even stil. blijven staan. Kom maar jongen, even stilstaan. Stilstaan. De zoom, zeg maar. Of de. aim ding qua artillerie verschilt. Je kunt ook. Uh, longshot bijvoorbeeld. Kom uh, uh, op, hem. Nee. Oh, is het volgens mij net niet. Oh, wat is dit? Ja, dat bedoel ik dus. Als je team just is, zoals dit. Ja, dan rijdt er zo'n tank tot het midden van de map. Hier zo, tjoek 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 tjoek. Hier zijn allemaal tanks. Allemaal tanks hier. Hier is niemand. Iedereen is hier. Yolo, polo Polokets, ingegaan. Is allemaal dood gegaan. En vervolgens worden wij nu. Uh, allemaal één voor één doodgemaakt. Dit bedoel ik. What the fuck. Je gaat niet als artillerie hierin. Veel mensen zullen nu waarschijnlijk zeggen: Hé, hey, benoem je wat? in tanks? Maar als mijn team Jossius is. En dat doet hier al aan duidelijk. Kijk, dit is echt oliedom. Die artillery kan geen kant op. Volgens mij gaat die artillery gewoon proberen te cap. Oké, okay, dit, dit moet ik gewoon zien. Volgens mij probeert die m 7 Priest gewoon te gaan capturen. Ja, hij gaat capturen. <laughs> artillery die gaat capturen. Wow. My girl. Oh my god. <laughs> Ja, hij gaat capturen, hij gaat echt capturen. Nee, goed, jongen, ga nou. Toe maar, hup, go, 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 ga capturen. Oh, deze, deze moeten we even kijken, jongens. We maken nog kans op twinnen. Hun hebben uh, 10 kills, wij 11. Kijk, hij gaat gewoon capturen nou, hè. Dit is praktisch onmogelijk. Want toen, toen ik zag dat daar die vlag stond... ...want ik, ik, zei, ik, ik lette alleen op die tank die door de stad reed... ...en ik had echt zoiets van, wat de fuck, artillerie... ...je kunt niemand raken vanaf daar... ...want je hebt allemaal gebouwen voor je. Want je kunt niet uh, op zo'n korte range over gebouwen inschieten. Dat kan niet. Maar wat wel kan, is hij kan cappen. Iedereen is nu geconcentreerd hier, op dit stuk van de map. Alleen hij zit nu hier. Dus willen ze hierheen gaan, moeten ze niet hier gaan, want het is allemaal al trainies. Dus Zoals ik moet doen. En tegen die tijd heeft hij al gecaptured. By the way, als je op uh, is drukt, wordt je mini-map ook groter. Kijk nou, je ziet wel, komen er komen nu al een tanks aan. Als je op min drukt, wordt het kleiner. Ik heb hem meestal zoiets als, als, als dit staan zo: zoiets als dit, meestal. Ik ben echt benieuwd of dit gaat lukken. Als die tank ook bijvoorbeeld hier om de hoek komt. Hier zo. Zeg maar bij die boom hier. Dan is die dood. Wat is de voor background noise hier allemaal? Die stomme kinderen hier. Dan wordt hij gewoon gewoon, gewoon doodgeknald. Kijk, er is nog één uh, tank over die t 1 heeft. Nou, die gaat denk ik die stoeg vermoorden. De artillerie en de stoeg zijn er nog. Wat ik denk. Oh mijn god. Hij kan hem na een door hier. Dit is open. Dus als die T1hevy slim is, kan hij hem hier zo. Noink. One shot killer. Dus hij, wat hij had moeten doen. Is hij had gewoon daar nou, moet gaan. We gaan even naar die stoeg toe. Noob stoeg. Hij heeft het Noep kanon erop. En hij schiet er nog mis op nog. Wat een Noep stoeg. Ik denk dat we dit hebben verloren, jongens. Hij kept niet meer. Voordat hij daar is. Nou, dat weet ik zo net niet. Hij moet dit. Hele stuk rondrijden. Er zijn allemaal wel mods voor dat je, zeg maar, kunt uh, zien. Die bovenin zo van hoe lang het nog duurt voordat hij gecaptured heeft en zo. Alleen, Nou, nah, dat is allemaal niet legit. Shift dus kijk, je ziet er ook wel speler. Drielkie, m Shift Priest, leven 8%. By the way, dit is ook nog iets hier. Hier heb je uh, de stoeg met het voertuig-icoon en de uh, ja, TR-indicator, zeg maar, en de kills. Nou, de M4 en 4 kills. Wat je kunt doen is als je op tab en uh, Control drukt, krijg je alles. Dus. Inclusief de naam en inclusief alles. Als je helemaal weghaalt heb je niks. Dus gewoon ctrl-tab tegelijkertijd drukken. Nou, één keer heb je alleen het voertuig-icoon met de kills en alles. Heb je twee, heb je ook de namen. Druk je nog een keer, dan heb je de tanknaam. Uh, hij is dood. Verloren. Hij is Zag je wel zo'n zo kogelindicator? Drie kogeltjes naast elkaar. Geëmmorekt. Ik wil nog een pakje doen. Ik wil even voor jullie winnen. Wat misschien een wat langere ding. Kijk, we hebben gewonnen met de T1 Heavy. Hè? We hebben gewoon gewonnen met de T1 Heavy. Dat is gewoon op. Hè? Ik ga eens kijken of we nou wat kunnen unlocken op de T1 Heavy. Waarschijnlijk. We kunnen een nieuwe koepel op de T1 Heavy doen. Wil ik dat? Even kijken. Wat is dit? Kijk, dan gaan we even vergelijken. Wat, wat voor kanon is beter? Tier 4 of tier 6, tier 5? Schiet beter. Betere penetratie. Beter meer schade. Accurater. Oké. Okay. Wel, wil ik niet. Uh, ik wil eerst de motor unlocken. Nou ja, even kijken. Ga even bij de koepel kijken. Koepel geeft ook meer levens. Even kijken, je de bepansering. Is er niet, Is geen betere bepansering. Draaisnelheid is wel Zegsprekers meer. Gewicht is ook meer. Ik ga hem kopen. Ik ga hem kopen, even kijken. Zo ja. Nou, kopen zo. En dan zit hij er nu op. Even kijken. Ja, nieuwe koepel zit erop. Kijk maar. Ik weet niet of jullie de verschil zagen, maar we gaan nog een keer spelen. Dit is het laatste potje. Kijk, Sandrivier, dus dit is een desert map. Even kijken, niet echt een hele goede matchmaking. We spelen tegen een uh, overall tier 6. Zie je ook wel. Boven die uh, Hellcat van ons, Dat is allemaal tier 6. En hetzelfde geldt bij hun. Dus ja, hun hebben een AT-8. Ze uh, hebben ook een M6. De M6 is de opvolger van de t Heavy. Ze zijn alleen wat groter opgepompt. Boeien niet zo heel veel. Even kijken. Wij hebben een artillerie. Hun hebben ook een artillerie. Wij hebben meer heavy tanks. Hun hebben meer medium tanks. Dus qua tanks. Zitten wij in het voordeel? Hun hebben een light tank en hun hebben uh, meer mediums dan ons. Wij hebben heavy tanks en tank destroyers en artilleries. Tank destroyers, heavies en artilleries zijn de uh, keys in een game. Het maakt niet uit of je medium tanks hebt. Je kunt beter heavies dan mediums hebben, zeg ik altijd maar zo. Dus even kijken, nou, wij spawnen dus hier. Hun spawn hier bij hun biddy 1 hier zo. Dit is spawn 2 van groen. Dit is spawn 1 van groen. En hun moeten dus die base gaan capturen. Dus wat wij moeten doen is wij moeten hun team gaan uitroeien. Dus wat ik ga doen is heel slim. Ik ga daar lekker in dat, uh, dat uh, snackbar dorpje daar wonen. Want ik heb echt geen zin om uh, uh, dood te gaan aan, 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 aan zo'n cubus hier met, 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 met de T-150. Dus uh, ja, tanks moet je in het Engels uitspreken trouwens, niet uh, T-150, nee gewoon T-150, uh, T -t zeg maar. Je zegt ook niet uh, T-1 heavy. Ik zeg ook T-1 heavy. Kijk, het kan wel, maar... Het is professioneel als je het in het Engels uitspreekt. Ik mag het zelf weten hoor. Ik weet niet waar ik over lul op dit moment, het boeit me eigenlijk ook niet zo heel veel. Dus even kijken. Kijk, nou, er zijn mensen gespot. Het is even een zo, kijk, ik ga de laatste defensielinie zijn. Kijk, hier hebben we de Crusade die, die denkt grappig te zijn door. Gaat hij die naar, die, naar die rand, jongen? Zo, rijmen naar de rand. Rijmen naar de rand. Naar de rand. Nee, doet hij niet. Dit is ook dekking trouwens. Kijk, je kunt het kapot rammen Klopt, je kunt niet altijd alle gebouwen kapot ramen in de game. Maar dit bezorgt wel voor dekking. Dus wil die Crusade ermee eens raken, zou hij eerst door allemaal muren en gebouwen in moeten schieten voordat hij meeraakt. Maar ik kan wel een clear shot op hem hebben. En als je je turnt ook engelt bijvoorbeeld, dan kun je ook bouncen, zeg maar. In een bepaalde hoek. Het is niet zo heel moeilijk. Hij heeft een beetje skills nodig. Gewoon een tik op de juiste plaats neerzetten. Kijk, hier, bedoel ik. Oh, dat, dat redden hun allemaal wel. Kijk, ik moet hier de boven... boven ik moet hier de benedenverdieping zijn. Want anders dan gaan ze alle tanks... Die gaan capseren straks om doodmaken. dood maken. En ik, ik, ik moet wel de verdediging zijn. Als die mensen gaan cappen, dan moet ik... Zorgen dat ze of gespot worden voor de andere tanks. Of ik moet ze dood gaan maken. Dat is gewoon zo. Het kan soms heel saai, soms ook heel erg boeiend zijn. Maar omdat ik een heavy ben. En er blijft godzamen niemand hier anders. Bij dit vlagdingetje. Ja, moet ik het wel doen hè? Iemand moet het doen. Kijk, kom maar jongen. Waar ben jij? Ja, klein stukje naar boven. Ik wil even een schot jou pompen. Kom maar. Ja. Klein stukje. Klein stukje nog. Nee, Victoria Kreng. Kijk, iemand daar een een helketter helemaal achterin. Ja, wat ik, ga doen? ik ga mijn vrienden daar maar eens ondersteunen. We hebben het aardig gesecured hier. We hebben uh, hier een aardige verdediging. En hier ook nog wel, maar hier komen allemaal kets en alles aan zo meteen, dus. Uh... Ja, ik ga daar maar eens naartoe. Ik weet niet of het überhaupt handig zou zijn, maar ik wil sowieso wat actie hebben. En ik snap niet waardoor we nog gereed worden. Ik snap het niet, hè. We zitten in een zulke goede. Aha. Daar kan ik niet bij. We zitten in zulke goede posities allemaal, alleen we worden alsnog nog Ik snap het niet. Het zijn soms zulke noobs. Het is niet altijd goed om met je lichte tank of medium tank of tank die snel is gewoon rustig naar de span van de enemy te rijden, want je wordt gekilled. Je kunt beter dan gewoon slim gaan spelen en secure gaan spelen zoals ik nu doe. Dat je dan een de defensielinie vormt, weet op. Het gaat allemaal op strategie. Het is allemaal strategie. Dus het is niks met 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 tank skills te maken. Nee, strategie. Strategie en skills, dat is het enige waar de game om draait. Je kunt goed zin in de TR1-tank, maakt allemaal niet uit. TR1-tank kan toch maar bij de uh, max TR3 komen, want het is twee TRs hoger. Nou, eens even kijken, jongens, kom op, ik wil actie. Ik wil dood of ik wil winnen. Maar waar ik geen zin in heb, is om nog een keer te verliezen. Want dan heb ik alleen maar floor vandaag en dat wil ik niet. Maar ja, ik ga dit, dit, deze video nu nog een keer opnemen, want het heeft toch geen zin. En ik zal nog wel meer padjes gaan doen hoor. Soms heb je gewoon jassen in het team. Wat doet er? Geen fuck aan, oké. Okay. Ik heb totaal geen dekking hier. Misschien kan die Churchie mij wat dekking gaan geven, I don't know. Is dat ik ook dan gewoon. Ik ben niet. Oh, die kut oké, okay, dit gaat interessant worden. Het is een medium, hè. Dit is een medium. Je wil mis, ja. Yo, mijn koepel kapot. Ik kan niet draaien. Ja, ik groot. Kijk, mijn koepel is kapot. Hij weet waar hij moet schieten. Hij heeft op de turn erin geschoten. Weak spot van de T1. heeft hier zo mensen? Geweldig. En die Churchill dit geeft lekker. Mijnzelf van achter, volgens mij. Maar goed, in ieder geval, jongens, bedankt voor het kijken. Ik weet dat het gameplay is waar niet zo heel goed, maar ik kan er zelf niks aan doen. Soms heb je het gewoon, en om dan nou een hele commentary overnieuw van te doen. Dat doe ik niet. Dat is maar gewoon een beetje jammer binnen een gameplay. Het ging niet om het winnen. Het ging om de uitleg. Daar moet je het vooral op, op zien. Er komen wel heel veel leuke winst jullie kant op. Maar goed. In ieder geval. Bedankt voor het kijken allemaal. Like de video nog even. En als je wat aan deze tutorial hebt gehad. Er staat een link naar de World of Tanks wiki. Waar je alles over jouw favoriete tank kunt lezen. En er staat natuurlijk een link. Waar je deze game kunt downloaden. En ehm. Um... Ja, waar je nog meer over dat of Tanks Thanks kunt lezen op de of Thanks-site, wargaming.net/Word of Thanks natuurlijk. Dus ja, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Uh, like even, abonneer even. Volg me even op Twitter, shadowgames Shadow Games 320. En dan zie ik jullie later. Dus ja, later mensen.